Goeiedag, Telegraaf vandaag. Spannend nieuws van de Europese astronomenorganisatie ESO. Want er is een nieuwe planeet ontdekt waar misschien wel leven is. Bij mij in de studio Sylvain Schoonhoven om ons er alles over te vertellen. Welkom. Dan hoor je wel vaker dat er een ster of een ding is ontdekt. Maar waarom is dit echt gigantisch groot nieuws? Ja, er worden wel vaker planeten gevonden buiten ons zonnestelsel. Daarvan zijn er inmiddels duizenden bekend. Maar dit is een bijzondere, want deze is heel dichtbij. Deze is eigenlijk in kosmische termen om de hoek, ja, op slechts 4,2 lichtjaar afstand. En dat betekent dat we daar naartoe kunnen om te kijken of er misschien wel leven is. Ja, maar je zegt nu al een paar dingen waarvan ik denk, nou, dichtbij, dat is natuurlijk maar heel relatief. Want hij ligt dus buiten het zonnestelsel zoals we dat kennen met de planeten zoals we die kennen. Ja, dus wij weten al veel van Mars, van Venus, van Mercurius. Hè, dat zijn onze eigen planeten, maar buiten ons eigen zonnestelsel zijn natuurlijk nog miljarden en miljarden andere planeten. Ja. Nou, daarvan kunnen we er steeds meer zien. Maar die zijn allemaal zo ver weg dat we zullen daar nooit kunnen gaan kijken. En dit is nou een nieuwe planeet die gevonden is waar we in de toekomst misschien een kijkje kunnen gaan nemen. Je zei, we kunnen erheen. Maar hoe dan? Want het is een lange reis. Ja, wij zelf kunnen er niet heen. Voor mensen is het te ver. Maar er is een nieuwe techniek in opkomst waarmee je een soort van micro-ruimtescheepjes die kant op kan sturen. Dat zijn echt chips die je tussen duim en wijsvinger kan houden. En die kunnen met een soort nieuwe techniek kunnen die tot een hele hoge snelheid worden aangedreven. Tot zo'n 20% van de lichtsnelheid. Mm-hmm. Ongeveer 250 miljoen kilometer per uur. Maar dat duurt nog steeds jaren dus, voordat die er zijn. Dan duurt het 20 jaar voor je daar bent. En dat is natuurlijk eigenlijk heel goed te overzien. Dat is helemaal niet zo lang. En dan krijgen we natuurlijk foto's en filmpjes, hè, als dat allemaal goed gaat. Maar hoe weten we nu al dingen over die planeet als die dingetjes daar nog helemaal niet geweest zijn? Nee, wat we weten is eigenlijk nog maar heel weinig. We weten hoe groot die planeet is. Dat die ongeveer zo groot is als de aarde, of iets groter. We weten dat die zo dicht rondom zijn ster draait dat de temperatuur waarschijnlijk binnen de marge ligt van waar leven mogelijk is. Dat hangt van een aantal dingen af. Is er een atmosfeer? Is er water? Dat zijn allemaal dingen die we nog niet weten, maar het is wel een kanshebber. Ja, want dat dingetje of er leven is, dat is altijd een van de belangrijkste vragen op de een of andere manier. Ja, dat is de belangrijkste vraag in de wetenschap eigenlijk nu. Zijn we alleen in het heelal of zijn er andere levensvormen op andere planeet. En dit zou een kanshebber zijn waar we dus kunnen gaan kijken. Ja, heeft hij al een naam eigenlijk? Hij wordt nu Proxima B genoemd. Dat is nog een werknaam, denk ik. Ik denk dat als we er echt naartoe gaan, dat hij wel een wat mooiere naam krijgt. Dankjewel voor dit moment. Sylvain Schoonhoven was dat. En dit was Telegraaf vandaag. Meer hierover uitgebreid op onze site en morgen ook in onze krant. Fijne avond nog. Dag.